Derde week Plage Préférée. Het was weer een zotte week met heel veel toffe artiesten. Bart KL op een stier. Ja, dat is een stier. Naakt op reportage. Het gat in de markt. Hard times. You gave me a hard on. Nee. En de droge worst van Savatje, onze technicus. Een kleiner worstje natuurlijk. Hè. Goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt een beetje zitten. Ik zie het helemaal zitten. Kijk eens naar daar. Ja, fantastisch zicht dat wij hier hebben in Kokzijde. En dan bedoel ik niet technicus Erik Savat. Hallo. Hallo. Goeiedag. Joehoe. Op een dag vind je de job van je leven. Wacht maar, tot als je met mij gaat wandelen. Ja, ja, dat zal pas intimideren. Ik denk dat ik iets ga nemen om zo te zwijgen. Je bestaat als een zwijgpul. Nee, ik ga eerst een fles wijn open trekken. Ik sloot een weddenschap af met de enige echte Luc Appermond. Maar nu zou ik toch wel graag hebben dat je je zwembroek aandoet. Want, allee, Luxke, het is 30 graden, vriend. Ja, ik zal mijn short aan. Haal hem uit de koffer. Ja, ik zal volgende keer als we elkaar zien. Dat overmorgen, hè? Overmorgen. Ah, ja, ja, dat is overmorgen, hè? Oh nee. Okay. Oh, wat doe ik mezelf aan? We hebben een deal. Wat de Kappermond komt overmorgen in short. Oh. Collega Niel was jarig. Plus. Een jaar erbij. Op de teller. Afzien. Je ziet het. Je hebt wat botox nodig. Mm. Tada! Oh. Oh. Voor alles een eerste keer. Ik ben naakt op reportage gegaan. Oké, de vraag is, durven we het of durven we het niet? Kokzijde, naturisten B&B. Maar, geef je kleren aan? Ja hoor, dus onze gasten worden altijd ontvangen met kleren aan. Allee, lap, sta ik hier zo. Enfin, ik ga toch binnenkomen, Chris. Ja, kom erin. En de rest is, niet voor camera, niet voor camera. Beeld uit. Het gat in de markt, de naturisten B&B. Waar is uw droge worst? Ah, maar het is eigenlijk niet verteld. Het is een B-plan, hè. Oeh. Mijn leverancier is 3 weken in verlof. Grote tristesse. Ik ben op hang met de worst van mijn vrouw. En hoe ziet de worst van uw vrouw eruit? Een beetje smaller. Gezien. Een kleiner worstje natuurlijk, hè. Dus okay. Bij deze oproep aan de leverancier van de droge worst van Erik, kom terug uit congé. Vorige week kreeg ik 2 soezen in mijn mond. Deze week kwam Jeroen de Pauw langs en ik dacht dat het ook wel plezant zou zijn om mij eens uit te dagen. Dus ook benieuwd hoeveel stukken droge worst er hier in dat mondje gaan? Look. El Nian, hè? Ja. Of... 1, 2. Nee, ik ga eerst haar wang op. Er kan nog wat bij, denk ik. 2 nog, 2 nog, 2 keer, 2 nog. 19 en nu de allerlaatste. 20! Yes! 20 stukken worst in haar mond. Wow. Droomvrouw. Altijd een fijn weerzien met Gies Winnen van de Skeps. En met mijn collega van de Weekwatchers, David Pieffort, die kwam ook mee naar zee. Hier is hem. Ik ben zo blij dat hem niet eens beginnen zingen bij de Weekwatchers. Het had gekunnen. Maar het was wel jammer, want ze wilden tijdens de show, tijdens Plage Préférée, geen hard time spelen. Geen hard time. Allee, er is niet nu een klein beetje goesting gekregen om zo hard een fijntje of zo. Alles speciaal voor je, Kim. Pas op, hè. En voor de vlog, hè. Geef ze. I gave you a hard time spelling. Je vrouw gaat het niet graag horen, maar ik ben zo blij dat jij ooit vreemd bent gegaan. Woensdag weer een topgast op bezoek. Maar wie? Hallo, goedemorgen, hier ben ik. Bart KL, jawel. Na de uitzending kroppen we nog even op onze keuvelkar. Oh, mijn jongen, maar is op de rem. En Bart kroop nadien nog op een stier. Ja, dat is een stier. Kan u dat eens demonstreren aan Bart KL? Kijk! Dat is het! En dat is trapst! Ja, dat is voor. Olé. Ja, wat is uw vlag? Uw rode vlag? Luc Appermond hoopte waarschijnlijk dat ik dit moment
vergeten was. Ik zal volgende keer, als we elkaar zien... Dat overmorgen, hè? Overmorgen, ah, ja, ja, dat is overmorgen, hè? Ah. Oh, nee. Okay. De vraag van vandaag. Heeft Luc Appermond een short aan, ja of nee? Oh! Luc Appermond! Luc Appermond! Ik had mijn short bij. Ik had hem aan, mijn short. En ik ben hem gaan uitdoen in de parking. Ik hoop dat niemand dat gezien heeft. Omdat het veel te koud was. Oh! Dat is mijn short. En die had ik aan. Akkoord? Mag alleen maar gebruikt worden in zeer uitzonderlijke omstandigheden. Ja, vandaag 2-jarige feestvarkjes. Jens Lemant. Rudolf Hekker. Ines Bukalfa is goed bezig. Joepie, ja, keigoed. Super. En aan de andere kant ga ik misschien zetten tracteren? Vraagteken. We maakten ook een toffe groepsfoto. Hipper de pieper de piep. Hoera voor onze Jens Lemant. Yay, Jensje. Nog een mail die passeert. Het is compleet. Dat is een traditie in Zeebrugge. Na de uitzending van Plage, frieten eten. Heb je iets ontdekt, hè? Ja. Ik heb blijkbaar vettige billen. Dus voilà. Ik heb hier gisteren gewerkt. En dat blijkt dus het resultaat van mijn vettige billen te zijn. Dus ja, kijk, Evelien, ga nu... To the rescue. Ja, to the rescue. Een topweek was het. Ik heb heel veel bijgeleerd. Kom, dan is ja wij. Ja, maar dan begint het toch met Jok. Jok. En heb je ook nee? Nee. 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 Drukke, drukke, drukke momenten. En af en toe is, ja, een intiem momentje. Wat dat zo is, dit, hè?